Deze week in het weekjournaal van DVS TV, de trainer van A1 sinds een maand of 4, 5, John Martens. John, stel je eens voor aan het DVS-publiek. Ja, inderdaad, John Martens, 30 jaar, woonachtig in Harderwijk en ja, sinds het eerste seizoen hier werkzaam. Ja, en je komt uit een vrij sportieve familie, heb ik het idee. Ja, met name voetbalfamilie. Maar ja, klopt. Ja, mijn vader, mijn broertje, ikzelf altijd actief en bezig met voetbal. Ja, waar heeft je vader gespeeld dan? Lang geleden. We begonnen Haarlem, PEC Zwolle. Daarna deze kant op gekomen. Nog VVG, zondagafdeling. EFC nog. Dus jij en je broertje hebben het niet van een vreemde? Nee. Zelfs mijn moeder heeft gevoetbald. Dus, ja, ook nog? Ja. En je zus? Nee. Die niet. Gymnastiek van die oude gymboef van Eremilo. Ja, verplicht. Ja, verplicht, hè? Oké. Hey, het volgende. Jouw voetbalcarrière. Dat was de eerste keer dat ik je ontmoette. Toen zat je in de A1 van DVS 33. Dat was met onder andere, ik noem even een paar namen, Harry van Wilgenburg, Marcel Huisman, heb ik gelijk of niet? Nee, een jaar later. Of eerder eigenlijk. Ja, met Robin van Wijnbergen, Andries Posthouwer, Thijs Boeting, die lichting. Ook niet misselijk? Nee. Mooie jaren mee gehad. Jullie speelden ook redelijk hoog. Zijn jullie nog kampioen geworden? Ja, wij waren de eerste lichting die naar de landelijke divisie promoveerde. Dus toen nog met Leo Venhuis. En dat al vanaf de B1 en ook in de A1 doorgetrokken. Ben je toen ook een beetje gek geworden van het trainingsvak door Leo Venhuizen? Want dat was toch echt ook een trainer die kon je wel triggeren, of niet? Ja, nee, Leo is zeker iemand geweest die mij gemotiveerd heeft, waar ik veel van geleerd heb. En ja, is toch iemand die wel bijblijft, zeker. En daarna je voetbalcarrière, helaas niet bij DVS in de basis, in het eerste. Ooit gespeeld of wel? Ik heb basis gestaan, maar dat was een enkele keer. Veelal wissel. En ja, vroeg vertrokken, eigenlijk na 1 jaar senior al. En ja, toen niet meer gelukt eigenlijk om terug te komen. Ja, want jullie waren natuurlijk ook wel een Horst familie eigenlijk. Dat is zo gegroeid in de loop der jaren. We waren wel eigenlijk DVS. We woonden hier aan de Steinlaan, dus we waren hier ook de hele week. Hele jeugd hier gevoetbald. Dus door naar de A-selectie. En ja, na DVS 6 jaar Horst gespeeld. En daarna weer 2 jaar, dus ja, dan word je wel een beetje een horsjongen. En ook nog eventjes bij de Groene, hè? 2 jaar. 2 jaar, ja. Oké. Hey, en ben je op om trainer te worden? Of heb je een school doorlopen, SIOS of zo, of niet? Ja, ik heb SIOS gedaan, daar mijn diploma's gehaald. En eigenlijk al jong in bezit van mijn diploma's. En ik denk al vanaf mijn 15 of 16 ook wel actief al als trainer. Dus ik wist eigenlijk al vroeg dat ik daar iets mee wou gaan doen. Ja, okay. Wat doe je in het dagelijks leven, als ik vragen mag? Ik werk bij Vingino als accountmanager. En ja, daarnaast dus veel met voetbal bezig. Ja, veel met voetbal bezig. En ja, dan toch weer terug bij DVS 33. Dat deed me goed toen ik las, hey, John Martens, trainer A1. Ja, nou ja, gelukkig. Heel veel goede reacties gehad. Positief goed ontvangen. En ja, het was ook echt iets wat ik graag wilde. Het was even wachten op het moment dat de A1 vrij kwam. In combinatie met zelf stoppen natuurlijk, als voetballer. En ja, nu was het zover, dus was een makkelijke beslissing. En bevalt het? Ja, echt super, zeker. Wat vind je het mooiste aan het trainingsvak? Ik werk nu met een hele talentvolle groep. Serieuze groep, dus dat wil je graag als trainer, als je zelf ook serieus mee bezig bent. En ja, het is een mooie leeftijd ook. Dus dat is om mee te starten op niveau gewoon ja, een goede opstap. Het is bij DVS natuurlijk, het is een amateurclub. Maar ja, er wordt toch wel een beetje topsportachtig gedacht. Ja, en dat, dat zie je ook wel terug in de A1. Er zijn natuurlijk jongens die overal wel 1, 2, 3, 4 jaartjes bij een BVO hebben gelopen. Ja, dat brengt toch een bepaalde professionaliteit met zich mee. Wat toch ook weer doorwerkt op de eigen jongens. Dus dat is een mooi geheel. En het gaat goed in de competitie. Waar staan jullie precies? We staan bovenaan, gelijk met Kampong. En dat is al weken zo. En ik verwacht dat ook nog wel zo blijft. Dus we liggen op schema. Afgelopen zaterdag een mooie overwinning op de buren, hè? Uit bij Putten. 1-3 gewonnen.
Ja, het was vooral mooi dat we duidelijk de sterkere ploeg waren. Dus goed resultaat. Hartstikke mooi. En speelt A1 duidelijk vanuit een visie die strookt ook met hier de selectie? Ja, nee, zeer zeker. We willen, de positiespel is de basis. Druk vooruit en vul de voetballende oplossing. En dat wordt ook goed uitgevoerd, dus dat komt aardig overeen. Heb je ook veel contact met Roeland ten Berge daarover? Nee, weinig. En we spelen natuurlijk zelf ook altijd 2:30. Dus het is ook voor de jongens en voor mijzelf bijna niet haalbaar om het eerste te zien spelen. Dus we moeten het doen met de samenvattingen en de nieuwsberichten. Dus dat is jammer. Maar dat is ook wel logisch. Maar dat gaat waarschijnlijk wel groeien. Want ik hoorde net al dat er 4 jongens van jou mee gingen trainen met de selectie. Ja, vanavond voor het eerst. En natuurlijk de onder 23 selectie. Waarin een groot aantal A1-spelers meedoen. Dus dat is wel de samenwerking tussen A1 en eerste elftal, zeker. Dat is toch wel heel gaaf. Je speelt nu vierde divisie, hè? Dus het doel is natuurlijk om te promoveren naar de derde. Ja, nee, promoveren is zeer zeker het doel. En nu we de kracht van de competitie kennen, willen we ook gewoon kampioen worden. Maar promoveren, dat is wat we minimaal willen halen. Oké, dan wens ik je ontzettend veel succes mee. John, bedankt voor dit interview namens DVS TV. Dankjewel. Een van de spelers die ongetwijfeld afgelopen zaterdag ook moet hebben genoten om tegen een van de Spakenburgse clubs te spelen, is Roald de Vries. Is dat zo, Roald? Ja, mooi potje. Genoten. Ja, absoluut. Dat is een lekker potje, want je bent natuurlijk ook een ex-blauwe geweest, hè? Ja, dat is altijd leuk om tegen de Roy te spelen. Dus genoten. Heb je dat toen in die Spakenburg-tijd nog wel een paar minuten tegen die Roy kunnen spelen? Uit de stad niet. 9 minuten op de bank. En thuis viel ik in. Wonnen we. Dus dat was nog mooier dan afgelopen zaterdag. Ja, echt nog mooier? Ja, dat, natuurlijk door die sfeer van daar in dat dorp. Ja, 8.000-9.000 man publiek en was helemaal gek huis. Ja. Ja, zaterdag was het natuurlijk ook dikke party, of niet? Ja, als je voor DVS tegen IJsselmeer nog spelen en je weet dat je het moeilijk krijgt. Dat je vrij eenvoudig wint. Dat is een mooie zaterdag. Waarom ben je zo eenvoudig van IJsselmeervallers? Wat is jouw verklaring? Goed plan, van tevoren. Goed over gehad met z'n allen, wat we konden halen van zaterdag, omdat het bij hun niet liep. Dat de afgelopen week al, en dat hebben we goed uitgevoerd. Dat heb je inderdaad hartstikke goed uitgevoerd. Maar het valt mij het hele seizoen al op dat je veel constanter bent dan verleden jaar. Vind je dat zelf ook? Ja, dat klopt wel. Ja, niveau, tegenstanders, meer concentratie, vecht het ook, maar dat is voor mij ook nodig. Ga ik misschien weer, één keer speel ik een 8, een keer een 6, dat moet gewoon constante lijn blijven. Ja, precies, ja. Het is altijd moeilijk, hè? De mensen die jou beoordelen, die hebben er altijd een bepaalde manier van denken over je, die ze maar niet kwijtraken. Maar dat moet nu toch langzaam zeker in die topklasse kwijtgeraakt worden, vind je? Ja, ik hoor wel veel mensen die wat positiever zijn inderdaad, maar ja, dat nonchalant, flegmatieke, dat hoor ik nog steeds en dat blijf ik houden, zo'n voetballer ben ik. Maar het is wel minder geworden, omdat ik ook constante voetbal en belangrijk ben. Dat komt natuurlijk ook door die grandioos kromme poten van jou. Wim van Hanegem was ook zo'n figuur. Die dachten die mensen ook over. Van, ja, die loopt helemaal nooit, weet je wel. Nee, klopt. Ja, die hebben er ook wel mee te maken. Ja. Heeft echt met je kromme poten te maken. Hey, maar er was nog één terugspeelballetje bij Paul afgelopen zaterdag. Dat ik dacht, komt dat traumaatje van die paar wedstrijdjes nog even naar voren. Welke? Eerste helft? Ja, volgens mij in de eerste helft. Dat was een strakke terugspeelbal. Dus. Hele strakke. Zachte terugspelen geven dit keer. Maar je ziet wel heel duidelijk in het spel van DVS dat daarin iets veranderd is. Hè? Daar hebben jullie met elkaar natuurlijk over gehad. Met de trainers ook, met de staf erover gehad. Ja, klopt. Maar ik vind dat we alsnog te weinig opbouwen. Want je ziet natuurlijk tegen Katwijk is het fout gegaan. En tegen, kijken daarvoor. Ook andere ploegen kan ik er even nu op komen. Maar dat het wel fout hebben gemaakt. En ik merk dat het vrouwen nu langzaam weer terugkomt. Tegen Kozakken Boys zag het al. Je verliest uiteindelijk wel, maar je speelt wel een redelijk goede eerste helft. En ik vind dat we afgelopen zaterdag hebben verzuimd om de tweede helft ook weer te blijven opbouwen. Omdat je gewoon met een man meer staat. En dan kies je te veel voor de lange bal. En dan zie je dat we het nog moeilijk krijgen. En dat is onnodig. Maar je blijft nog wel steeds genieten van het spelletje, Roald, hè? Ja, absoluut. Het mooiste dat er is, ja. Je ziet er wel moe uit. Heb je een zware dag gehad op school? Ja, het is een zware dag weer op mijn werk. De kinderen waren weer druk, dus even uitrusten zo. Hè. Moeilijk, heb je moeilijk opvoedbare kinderen? Of, speciaal onderwijs, ja. Kinderen met een psychische en motorische probleem.
Ja, dat is echt iets voor jou, hè? Want jij bent zelf natuurlijk ook heel speciaal. Hè? Ja, ik ben motors ook niet helemaal goed natuurlijk met mijn o-benen. En psychisch was het vroeger ook niet altijd best, maar dat is aardig goed gekomen. Het is hartstikke goed gekomen. Aanstaande zaterdag daar krijg je waarschijnlijk tegenover je een Olly Pilon. Ja, volgens mij staat in de spits. Maar... Ja, spits? Ja. Niet echt buitenspeler? Nee. Ik had hem gebeld of geappt voor mijn uitzending, de warming-up. Want ik wilde even met hem babbelen voor mijn uitzending vrijdag. Maar hij kon helaas niet. Maar dat is denk ik toch wel een gevaarlijk mannetje. Die moeten we goed in de gaten houden. Ja, als hij tegen me staat moet ik scherp zijn. Of de andere jongens, Basiel, Edmund, Joram, wie er ook speelt. Dat is een goede aanval inderdaad. Maar ja, ik denk dat er meer rondlopen daar. Dus gewoon weer focus moet weer hoog zijn. En GV, ja, tegen Vos is een mooi bonuspunt. Maar tegen GV moeten we wel... afstand gaan nemen. En als we daar winnen, dan doen we pas echt goede zaken. Lekkere serie maken gewoon, Robert. Ja, knallen tot de winst op. DVS TV wens je daar heel veel succes bij. Ja, dankjewel. Oké, bedankt. Naast mij Roeland ten Berge. Roeland, zaterdagnacht een beetje goed geslapen? Ja, wat denk jij? Volgens mij wel. Dat kan mij niet anders. Ja, nee, absoluut joh. We hebben genoten. Een mooie dag. Hè. Ook na die tijd nog. Boven. Maar gewoon ook bij de hele club, hè, de enthousiasme van de mensen. Ik zag nog een mooie foto voorbij komen van het publiek. Hoe enthousiast iedereen was. En nou ja, dat is mooi, hè, dat wij met elkaar iedereen vermaakt hebben. Mooi voetbal laten zien en een fantastisch resultaat. Ja, inderdaad. Er was echt weer eens een ouderwetse interactie tussen het publiek en de spelers. Dat is, ja, dat is best wel redelijk uniek hoor voor DVS. Maar en ik hoop dat ze vanuit deze positieve zaak van afgelopen zaterdag, dat ze dat ook verder doortrekken, ook als het wat minder gaat. Ik denk dat jij dat ook wel hoopt. Ja, tuurlijk. Maar kijk, het begint altijd bij onszelf natuurlijk. Hè. Het is mooi als je publiek hebt wat je steunt. Maar je kunt zelf natuurlijk als groep ook heel veel doen door... Ja, als je veel beleving hebt, was dan beleving. Dus hè, veel strijd, veel druk naar voren. Hè. Daarom willen wij ook niet echt afwachten. We willen graag vooruit snel de bal veroveren en de bal in de ploeg houden. Vandaar de kansen creëren. Ja, dat, als je dat op die manier doet en je doet dat heel agressief met iedereen, dat iedereen goed meedoet. Ja, dat slaat dan vaak wel over naar het publiek. En dat is wel mooi, hè. Ondanks die beleving en die strijd en die agressiviteit waarover jij het hebt, toch weinig kaarten. DVS 33 belandt bijna onderaan wat betreft de lijst met kaarten. Dat is wel een goede zaak in verband met de tweede helft van de competitie, denk ik, Roland. Ja, dan moet ik eens even weer denken. Want de laatste hadden we het over motivatie. Hè? En vaak heb je ook van die trainers die heel erg gemotiveerd langs de kant staan en de boel een beetje opjutten. Ja, daar heb je ook nog wel eens vaak dat het overslaat op spelers. Daarin zie je ook nog wel eens dat daar vaak wat meer kaarten komen bij dat soort teams. En ja, we zijn wel slecht begonnen, maar volgens mij hadden we in het begin nog wel een paar kaarten. Hè? En een rooie van Mike erbij die niet terecht was. Maar uiteindelijk denk ik nee, dat wij gewoon heel gedisciplineerd spelen en gewoon vanuit hun taken ons ding goed doen. En dat levert geen tot weinig kaart op. Maar het zit ook misschien wel vervatten in het spelletje wat je speelt, denk ik. Ook de manier van balletjes afpakken, dat is toch een andere manier dan dat er vol ingaan. Ja, je wilt de bal veroveren als team zijnde. Dus vaak als jij heel agressief daarin gaat, je duikt echt in zo'n 1 tegen 1 duel. Ja, dat is vaak een vrije trap tegen. Hè. Dat hebben wij vaak meegemaakt al. Zaterdag hadden we ook zo'n momentje. Dan wordt zo'n tegenstander toch weer direct gevaarlijk in de eerste kwartier. Doordat ze een goede vrije trap krijgen in het midden voor de goal. Nou, dat soort dingetjes moeten eruit. En ja, dat is hetzelfde als met elkaar de bal veroveren zonder overtreding te maken. En dan ook heel gefocust zijn om de bal in de ploeg te houden. Daar zit heel veel concentratie bij zo'n groep. En dat is misschien ook het voordeel dat je als je geconcentreerd bent, dat je er ook niet zo in vliegt. Jij en DVS TV hebben GVVV, de aanstaande tegenstander, kunnen bekijken bij dat toernooi. Ik weet niet of daar nog wat is blijven hangen, maar ik denk dat het meer gaat hangen van natuurlijk de analyse van de analyticus die GVVV heeft bekeken. Ja, dat toernooi, dat is, nou ja, daar moet ik echt over nadenken. Het is dat je me weer helpt herinneren. Maar kijk, het wordt ook natuurlijk dat we steeds meer in een fase komen dat we ook steeds meer naar onszelf kijken. Je probeert je eigen spel te verbeteren en je probeert ook steeds meer te kijken van waar kun je winst halen. Dus eigenlijk kijken we dan even kort naar een tegenstander van nou hoe spelen ze en waar kunnen we onze winst halen. Ja, wij zitten gewoon niet in elkaar dat wij ons helemaal gaan aanpassen op tegenstanders. Dus uiteindelijk zullen wij gewoon vaak kijken naar de laatste wedstrijd. In dit geval krijgen we die altijd van onze analist en dat ziet er prima uit.
Het viel me op afgelopen zaterdag dat er, er was eigenlijk geen uitblinker te noemen. Het hele team was één grote uitblinker. Ja, zeg je goed. Ja, ik zou ook niet zo namen kunnen noemen die minder waren of wat dan ook. Het was gewoon een goede teamprestatie. En de speler van het jaar, dat vind ik allemaal wel leuk. Maar ik zie het liefst in mijn team natuurlijk zo goed functioneren dat iedereen vooral zijn taak gewoon heel goed uitvoert. En als team gaan we gewoon naar die blauwe in Veenendaal, halen we 3 punten op, Roeland. Ja, daar gaan we wel voor, hè? Maar elke wedstrijd is weer anders. Dat hebben we ook gezien. Hè? Maar het is in ieder geval, het vertrouwen is goed. Hè? Want je speelt vanaf 3 wedstrijden, win je de 2 en haal je een punt. Dus je bent daarin ongeslagen. Met daartussenin nog een bekerwedstrijd die je wint. Dus het vertrouwen is gewoon goed. En nu verder. Goeie zaak dat er vanavond ook weer 4 junioren A1 meetrainen. Ja, absoluut. Absoluut. Goede berichten over gehoord. We moeten nu even kijken hoe we daar invulling aan gaan geven. Vanavond hebben we even een speciale training waarbij we veel mensen nodig zijn. Dat kwam dus hartstikke mooi uit. Jack van Zanten, de jeugdcoördinator, die vermeldde toch nog eventjes fijntjes dat er 7 spelers van de eigen jeugd op een gegeven moment, toen Jordi Grovenstein erin kwam, in het veld zijn. Dat is toch wel redelijk uniek voor de topklasse, hè? Ja, dat is heel uniek. Hè. Dat is ook. Kijk, ik heb dat volgens mij al een keer eerder benoemd. Doordat ik zeg maar in een later stadium bij deze club ben gekomen. Heb je dus een wat kortere aanloopperiode gehad om je echt goed te kunnen verdiepen in zo'n selectie. Dus ik kwam er ook al een beetje later pas achter van. Hè, wat zijn nou echt DVS-jongens? Waar komt iedereen vandaan? En op een gegeven moment bij de eerste wedstrijd hoor ik al dat er 6 eigen jongens in de basis stonden. Daar geef ik mezelf geen schouderklopje voor. Dat is iets wat de club natuurlijk zo voor elkaar heeft gekregen. Hè. Dus daar gaat het uiteindelijk om. En nu is het mooi dat we dat gaan doorzetten met elkaar. Dat we daar in ieder geval oog voor hebben. Het zegt wat over deze club. Okay. Dan gaan we nu over naar het weerbericht. Ik denk dat er behoorlijk hard gaat regenen buiten. En heel veel succes met de training. Ik hoop dat het droog blijft, Piet. Oké, bedankt.